Om ervoor te zorgen dat Surinamers een positieve instelling naar elkaar toe hebben, wil Stephen Coutinho Surinaamse helden in binnen- en buitenland in kaart brengen. Coutinho wil zo een positief beeld creëren voor ons volk en bij anderen de positieve overtuiging creëren dat Suriname weer die trotse en sterke natie kan zijn. Wat ik eigenlijk probeerde te doen met die post was het identificeren van Surinaamse helden. Surinamers die, waar we trots op zijn of kunnen zijn, die ook een voorbeeld zou kunnen zijn voor anderen. Een positievere reflectie van ons, in plaats van steeds het negatieve voor te houden. Waar we niet, we worden gewoon niet geholpen daarmee. Je moet je voorstellen, je zit in een zinkend schip, onze economie, en je hebt twee keuzes. Je gaat alle mensen in je schip ga je uitschelden. Je hebt het niet goed gedaan, dat gat is daar, jij bent de oorzaak van het gat. Gaat het schip gered worden? Nee. Of je zegt, dames en heren, we moeten het schip samen doen. Maar dat kan je alleen doen in positiviteit. Ja. Dus LinkedIn oproep is geweest, Facebook oproep is geweest. En het is zo, al die reacties zagen we ineens van Surinamers waarvan je denkt, wow. Het idee van hem is gelijk goed overgekomen en Coutinho kreeg de volle ondersteuning van de samenleving. De initiatiefnemer zal daarnaast ook NAX ondersteunen met hun iconenlijst. Het idee is om een documentaire en een tijdschrift te produceren voor de helden van Suriname. We willen dit ook gebruiken voor de scholen in Suriname. Dus al die helden die geïdentificeerd worden, maken we foto's van. We gaan een biografie ervan maken. We gaan ook videobeelden maken. En vanuit dat standpunt willen we ook naar de scholen gaan. En de scholen kunnen laten zien, kijk, dit is Su. Ja. Dit zijn wij. Niet hetgene wat je heel vaak helaas in DNA ziet. Dit zijn wij. Uh-huh. Een slim, trots volk die ontzettend veel gedaan heeft in het binnenland en in het buitenland. Ja. En dit is ook het advies wat ze jou geven om jezelf te ontwikkelen. Voornemens was om gedurende 6 maanden de data bij elkaar te krijgen, maar vanwege de overweldigende reactie vanuit de samenleving en de samenwerking met NAX zal het project worden versneld. Het volledige interview met Stephen Coutinho kunt u terugzien in ons programma In Gesprek Met vanavond om 8 uur op kanaal 12.1. Dat waren de binnenlandse berichten.